Een auto is donderdagochtend onder de poort door tegen filmhuis Lux gereden. Dat leidde tot flinke schade. De bestuurder is in shock uit de auto gehaald en opgevangen in het café van Lux. De wagen kwam met volle snelheid aanrijden vanaf de achterkant van de Marienburg. Het zou gaan om een wat oudere vrouw. Voorlopig blijft de auto staan voor onderzoek, maar niet al te lang, omdat het hier om een eenzijdig ongeluk gaat en geen misdrijf, zegt een agent ter plaatse.